Het is je misschien helemaal niet opgevallen, maar de laatste dagen zat ik voor een nogal saaie muur. Ik heb geprobeerd de achtergrond nu iets leuker te maken. Maar heel veel leuker gaat het niet worden, want ik zit op het SOA compound en het is niet de bedoeling dat we daar afgaan. Het is namelijk niet veilig in deze stad. Niet voor ons, maar helemaal niet voor de vele vluchtelingen en de stedelingen. Er gebeuren hier namelijk regelmatig aanslagen. Meiden van een jaar of 12, 13, 14 worden gedwongen zichzelf op te blazen. Het lukt ze gelukkig niet altijd. Sterker nog, de meeste aanslagen worden voorkomen. Doordat de politie of het leger ziet dat iemand een beetje zich graag draagt. En dan wordt zo'n vrouw gevraagd de hoofddoek omhoog te doen. En dan is het meestal snel duidelijk dat daar een bomgordel onder zit. En dan wordt zo'n meisje of vrouw gewoon afgeknald. Ik sprak vandaag met een man die heel veel te doen heeft met veiligheid in deze stad. En hij vertelde dat er een keer een meisje was die probeerde zichzelf de lucht in te springen, maar dat lukte niet. Zij werd toen gevraagd haar handen omhoog te doen en is toen gearresteerd. Uit haar verhaal bleek dat Boko Haram haar had verteld dat zij op het moment dat ze op het knopje zou drukken weliswaar andere mensen lucht in zou springen, maar zelf hun leven zou blijven. Andere vrouwen wordt vaak verteld dat hun man al dood is, dus het is de tijd dat ze die man naar het paradijs volgen. En er zijn ook gewoon vrouwen die zijn zo gebrainwashed. Ze hebben gewoon geen keus. Nou ja, heftig dus. En het heftige is dat onschuldige burgers doelwit zijn en de aanslagen niet overleven. Aanslagen vinden veel markten plaats, openbare plekken, ook in vluchtelingenkampen. Wat natuurlijk extra heftig is, want stel je voor je ontvlucht je huis voor Boko Haram en je zit daar in je tentje of in je hutje en je wordt alsnog slachtoffer. Ja. Er zijn dus nogal wat issues in deze stad. Daar kom ik wel steeds mee achter.